is dissatisfied. Het is een soort van de bitsprink aan tegen de bitsprink aan. Oh, 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 oh. Knie tegen Mr. Satisfied. Dat is een hele leuke match. Het is super onorthodox tegen super onorthodox. Ze hebben allebei een stijl die alleen hun hebben in de league. Mr. Satisfied was ook een battle MC waar best wel een soort van een bas rondhing. Je hoorde heel vaak van, oh, als je tegen Mr. Satisfied een beetje op, oh, Satisfied, oh, fuck. En dan kwam hij bij Punch Out en toen ging hij battelen en toen was de chokathlon. Ja, toch? Ja. Ja, dus. Ja. Ik hoop dat ik gewoon eindelijk, zeg maar, die Mr. Satisfied zie die ik ook hoor wanneer mensen praten over Mr. Satisfied. Want ik heb goede dingen gehoord en ik weet dat hij best wel gewoon lauwe shit kan doen. Hij is ook echt zo'n awkward personality guy. Weet je, dus dat kan je heel goed gebruiken in je battle, maar dat heeft hij tot nu toe heeft hij dat nog niet gedaan. Dus het enige wat ik kan zeggen is, niet chunken. Ja, Satisfied zijn debuut helaas in Punch-Out haat zijn dag niet. Er werd heel veel van hem verwacht, want hij is veel mensen die, ja, die hadden hem heel erg hoog zitten, hebben hem hoog zitten. Weet je, maar ja, hij is toen in Punch-Out gedebuteerd en het ging niet lekker, man. Dus dit is zijn kans om het recht te zetten. En ja, water maken wat heel veel mensen van hem verwachten, zeg maar. Want Satisfied heeft heel veel dope dingen gedaan in het verleden. En het is even kijken of je dat ook kan op de big stage, man. Want op de big stage is het wel different, weet je. De big stage is meer pressure. En het is kijken of Satisfied die pressure aan gaat kunnen. En kan doen wat hij altijd heeft gedaan, weet je. Ja, Mr. Satisfied moest het de vorige keer gaan laten zien, want hij was de shit en zo. En niet gebeurd. Dus die zal dat nu wel laten zien. Knie is een, voor mij is Knie een battle MC die een beetje schommelt. Hij heeft goede dagen en intussen heeft hij ook matige dagen. Dus hij kan vandaag super hard zijn, morgen dan battelen en dan niet zo lauw zijn of zo matig. En dan daarna weer komen en dat je denkt, ah, Knie, snap je wat ik bedoel? Dus hij moet dat een beetje levelen of zo. Dus het moet gewoon altijd constant E-plus zijn of zo. Of minimaal een E of zo. B-plus kan ook nog net. Weet je? En ik zag ook dat hij nog een soort van, hij is een beetje zoekende, denk ik, nog naar zijn stijl. Moet ik bars gaan gooien, moet ik grappen gaan doen, moet ik, weet je? Maar je bent een lange slungel, wees gewoon een lange slungel, weet je? Gebruik dat gewoon in je voordeel, weet je? En dan moet je tegen een andere slungel, weet je? Slungel battle, ja toch? Dat kan super lauw zijn. Knie, ja, Knie kan super dope zijn. En hij kan ook wel oké zijn, tot matig. Weet je, dus ik weet niet welke Knie gaat komen deze keer, maar ik hoop dat die hele dope Knie komt met onverwachte, onorthodoxe tories gewoon. Snap je? En originele Sunnies. Als die Knie komt opdagen en een A-game is Satisfied komt opdagen, kan het weer een gekke battle worden, man. Van twee onorthodoxe mannetjes met hele aparte stijlen. Ik ken een Rotterdamse derby worden, dat man. Ik ken een gekke Rotterdamse clash worden, dat man. En Knie, ja, Knie ook wel weer. Ik zag hem pas, hij zit er lekker in zijn vel, weet je. Ik denk dat hij wel zich een beetje aan het bijschaven is en wat de bedoeling is en wat er allemaal moet gebeuren bij Punch Out. Dus ik denk dat dit wel een leuke battle kan worden, ja. Ik denk Knie, ze hebben eigenlijk allebei een soort van dezelfde soort stijl, heb ik het idee. Iets anders, een beetje vaag, maar wel, ja. Kan een leuke battle worden als ze allebei goed in beelden. De vraag wie gaat winnen, ik zeg Knie, gewoon omdat ik denk dat Mr. Satisfied weer gaat choken. En wij knippen die shit niet, dus dat is fucked up. Ik denk dat, ik weet niet wie er wint. Ik denk Knie, want dat zijn maar vier letters.